deze video. En mijn naam is Belinda. Dit is het knutselkanaal Creablom. En vandaag gaan we het hebben over een boekkaart. En een boekkaart is een kleine sneeuwmeel die je kan maken. Het is ongeveer voor 1 of 2 postzegels. En ik zag het bij anderen op YouTube. En toen dacht ik, hé, wat leuk om te maken. Het is weer even net een ander ideetje. En deze kun je zo groot en zo klein maken als je zelf wil. Dit heb ik gemaakt voor de ronde van de quote kaart. En ik heb de quote gebruikt. When you feel like quitting, think about why you started. Dat is voor iemand die een nieuw hoofdstuk is begonnen. En een beetje een oppepper wel kan gebruiken. Dus dacht ik, dat is een leuke quote. En ik vond dit een heel leuk plaatje. Dit zijn de plaatjes van Daantje Creatief. Die heb ik al eens een keer laten zien in een andere video. En deze heb ik gebruikt. En als je hem open doet, dan kun je hier dus nog wat spulletjes doen. Dus het is eigenlijk een geheim vakje wat je eronder kan maken. En zoals je ziet is die dus wat dikker. En dit doe je met bijvoorbeeld cardboard of ik doe het dan met foam tape. En ik zal jullie even laten zien hoe je dit maakt. Deze ga ik nog verder even afmaken, maar ik wilde jullie even het principe laten zien hoe je het kunt maken. Nou, het principe is dat je een kaart neemt en ik gebruik daarvoor papier van de paperblock van Action. En die vouw je gewoon in kaartformaat. Misschien wil je wel een A4 sneeuwmeel ervan maken. Ook hartstikke leuk natuurlijk. Wat ik doe is even een heel klein opstaand randje vouwen. Dit is van 0,5 centimeter. Dat heb ik aan beide kanten gedaan. Deze kant is niet helemaal duidelijk. Die zal ik nog even een keertje goed vouwen. He, dus dat je aan beide kanten een kleine vouw hebt. Zodat de kaart goed omhoog staat. En ik vind het leuk om er een randje overheen te doen. Kijk, dan kun je hem dichtklappen. En dan kun je hier nog een leuk draadje overheen doen. Ik denk dat ik dit een zomerthema van maak. Nou, dan. Dit is dus de kaart die je gaat gebruiken. En nu is het de bedoeling dat je hier dus zo'n vak in maakt. En dat doe je door dus een extra deel, dit deel, dus nog een keer te knippen. En dat heb ik dus al geknipt. En daar haal je dus een vierkant uit. Die snij je eruit. Dus eventjes, dan moet je zelf weten. Of wie weet vind je het leuker om een hartje of een rondje uit te knippen, wat je zelf wil. Ik gebruik even een vierkantje, omdat je dan, dit is gewoon makkelijker nu even uit te leggen. En bij een rondje is het wat lastiger om erachter te tapen. Maar ja, je kan natuurlijk het ook laten overlappen. Dus dat is wel heel erg leuk. Kijk, deze komt dan hierin. En daar overheen leg ik dan deze. Dit is het kafpapier van de HEMA. Dat is deze twee. En die wil ik dus gebruiken bij deze sneeuwmeel met nog wat leuks erop. Maar in ieder geval, dit gaat er dus overheen. En het is niet erg dat hij iets kleiner is. Maar ik vond het wel leuk dat dat ribbelrandje, hè, dat ik. Ja, ik ben al eenmaal gek van dat soort leuke randjes. Dus die heb ik er aangemaakt. Nou, maar we beginnen met deze. En hoe ga je dat nou doen? Het makkelijkste is om aan de achterkant van het vierkant wat je erop maakt, of het venster, om daar dus even je foamtape te plakken. En ik doe dat gewoon door constant rond te gaan. Dat betekent dat je dus hem zo afplakt. Ik knip hem dan hier af. En dan sluit ik hier weer aan. En je ziet, ik doe het aan de buitenste rand. Vind ik handiger. Maar je mag zelf weten, ik heb dus niet een tape gepakt. Die helemaal, dat hoeft op zich niet, want het gaat gewoon om dat hij omhoog staat. En het gaat er dus niet om dat je hem volledig tapet. Nou, deze dus. En dan doen we er nog een. Die plak ik er tussen. Zo, dan haal je hier alles eraf. En dit is dus een heel simpel idee, hè? Dus iedereen kan dit.
Ik zeg iedereen. Soms lijkt het moeilijker dan het is. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Kijk, dan haal je ze er allemaal af. En dan kun je dus beginnen met de volgende laag. En ik leg die hierop. En zo bouw je dus je laag op. Ik doe er 3 laagjes op. Dus ik doe dat nu even. En dan kom ik even bij jullie terug. Nou, de laagjes zitten erop. De laatste laag, daar haal je dan ook alles eraf. En ik zat net nog even te bedenken, waarom doe ik het aan de zijkant? Dat als jij het leuk vindt om dan de zijkanten even af te maken met washi tape. Dat het dus het handigste is om helemaal aan de buitenkant. Want kijk, hier kun je nu washi tape langs doen als je dat leuk vindt. Kijk, nou, hij past precies. Zoals je ziet. En dit is dus het begin daarvan. En dan kun je deze. Dat is dus je extra. Het is maar net wat je wil. Wat je leuk vindt om te gebruiken. Die kun je dus hier op doen. Maar je kan hem ook zo laten. En dan zo dicht doen. En dan vouw je hem open. En dan kun je hier bijvoorbeeld leuke stickertjes. Of wat andere. Een theetje. Wat kleine dingetjes. Ik vind het leuk om nog een extra blaadje erin te doen. En dat hij dan zo open kan. En dat je dan ziet wat erin zit. Het is maar net wat je zelf leuk vindt. Maar dit is dus de basis. Oh, ik zie dat ik een oranje randje heb. De basis dus van het principe van de boekkaart. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En dat dit een leuk ideetje is voor een mini sneeuwmeel. Ik zal de komende tijd vaker even een mini sneeuwmeel als voorbeeld laten zien. Omdat er toch best wel veel vraag naar is. En ja, laten we eerlijk zijn, postzegels zijn best duur. Dus dan is het ook leuk om elkaar wat kleiner iets te sturen. Wat 1-2 postzegels is. En het gaat toch echt om de aandacht die je elkaar erin geeft. Dus nou, dit was het voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Abonneer als je dat nog niet bent. En want dan volg je ook de andere video's, of dan krijg je een melding van als je even op het alarmbelletje drukt. En dan zie je wanneer ik weer een nieuwe video heb gepost. Nou, dat was het. Geniet van je dag en tot de volgende keer. Toedeloe!